Mijn naam is Arie Miedema, ik ben van de firma Stabiolet. Wij staan vandaag op de Waterinfodag met onze gecombineerde tilt- en versnellingsmeter. Waarmee wij dijken, bruggen en kaders monitoren. We doen dat vol continu voor onze klanten. Mensen kunnen via het internet meekijken live met wat er gebeurt in hun dijk of op hun kade of op hun brug. Daarmee kunnen we de objecten van de klanten veilig houden. We verlenen onze dienst eigenlijk als een soort service. Dus mensen hoeven het apparaat niet te kopen, maar we verhuren ze gewoon. 24/7 hebben wij de data beschikbaar voor onze klanten. Dat betekent dat ze altijd overal waar internet beschikbaar is live mee kunnen kijken. En het geeft voordelen, want als er iets aan de hand is, mensen krijgen een sms'je of een e-mail. Als er iets verandert in de dijk wat buiten de normale waardes valt. Kademuren zijn we op dit ogenblik ook veel mee bezig. Met name in combinatie met heiwerkzaamheden. Want je ziet vaak waar geheid wordt, ja, kan verweking optreden in de bodem. En dan en kun je door de trillingen en de hoekverkanteling te meten, kun je die eventuele verweking opsporen. En je kunt zeggen van nou, je moet echt wat minder hard gaan heien, want die kade die gaat een beetje, die verweekt een beetje, dus wordt een beetje instabiel. Nou, dat kunnen we ook meten voor onze klanten. Het is eigenlijk proven technology. Het is niet invasief. Je zet gewoon een paal in de grond, je monteert dit apparaat er bovenop en vervolgens ga je meten. Het Eikdijkproject hebben we 2 keer meegedaan, alleen de Boerspolder, dit is waarschijnlijk gevalideerd. Hè. Er zijn allemaal grote rapporten opgeschreven door Deltares en TNO, dus het is een echt gevalideerd instrument. Alleen de Boerspolder was heel leuk, want daar zie je dus echt een dijk bezwijken. En wij konden een paar uur van tevoren al aangeven van, kijk, deze dijk, het is nog een paar uurtjes, maar dan gaat die echt. Want je ziet eigenlijk die verkanteling al in het instrument optreden voordat de dijk gaat. Ja, dat is natuurlijk heel waardevol voor beheerders van dijken, zodat ze van tevoren toch iets weten van, ja, is die dijk nog veilig of gaat die binnenkort instorten.